Misschien is het Lelijke Erf wel de nieuwe plek voor het Gouden Kalf. Of misschien is het Domplein wel de nieuwe plek voor het Gouden Kalf. Of blijft het Gouden Kalf gewoon hier in de tuin van het Stad Schouwburg in Utrecht. Het filmfestival is al 30 jaar een begrip in Utrecht. Net zoals het Gouden Kalf. Sommigen vinden het zelfs zo'n icoon dat het een vaste plek in de stad verdient als standbeeld. Wij gingen alvast op zoek naar een geschikte plek. En dit kalf gaat me daarbij helpen. Het verdient alleen nog wel even een ander kleurtje. Goh, waar zou je het neer kunnen zetten? Nou, voor de Stad Schouwburg dan? Als standbeeld. Ik vind het wel een heel mooi beeldje, dus het mag wel een goede plek krijgen. Dus ik moet een leuke plek vinden. Nou, misschien Ledig Erf. Waarom niet daar eigenlijk, op Neuden? Staat er al iets? Ik zou de haas op de Neuden van zijn stand, van zijn sokkel afslaan en zou ik daar het Gouden Kalf op zetten. Ik heb eerst een aantal tekeningen gemaakt en ik heb het in was gemaakt toen. Maar de tekeningen die weken eigenlijk af van wat het uiteindelijk geworden is. En ze hebben voor het meest conventionele ding gekozen, dat kalfje, wat eigenlijk heel dicht bij de natuur stond. Kijk, wat het bijzonder maakt is natuurlijk in de combinatie met het filmfestival tezamen, dat het al 30 jaar lang is en dat het onveranderd is. Het is eigenlijk als een pakje Gauloise, zeg maar, wat heel scherp en goed gemaakt is, zoveel jaren terug. En het is gebleven na al die jaren, weet je. En dat vind ik van het kalf als beeldje en van het filmfestival als geheel, ja, dat maakt het bij elkaar gewoon heel erg bijzonder. In de stad, het Gouden Kalf. Nou, dat lijkt me wel heel erg te gek. Dus na zet een levensgroot Gouden Kalf in het midden van Utrecht, zou ik zeggen. Ja, je moet er trots op zijn. Ja, dat vind ik aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant vind ik het ook jammer. Want het is ook wel speciaal, speciaal voor het festival wat neergezet. Ja, dat zou natuurlijk heel leuk zijn. En dan stel je natuurlijk gelijk de vraag, waar zou je dat dan willen? Daar ga ik natuurlijk niet over. Ik kan natuurlijk suggesties geven. Wat ik leuk vind is, het zou mooi zijn in het water achter de Schouwburg. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Het is een gimmick, het is een icoon wat ik gezegd heb. Het is een nijntje, het is kuifje. Ik bedoel, het is een kalf en meer kan je er niet van maken. En de gestalte die het heeft, heeft het al 30 jaar. Dus wat mij betreft heeft het wel overleefd. Ja, dit is zo'n een van de boegbeelden van de stad. Het zou heel mooi zijn als je dat het hele jaar door zou kunnen zien. Heeft u er ook al een plek voor in gedachten? In gedachten, ja. Maar ik zal het u nog niet, we moeten in het college er verder nog over spreken wat een goede plek is. Als het Gouden Kalf daadwerkelijk gaat komen, gaat u het lintje doorknippen? Nou, ik heb liever dat Beatrix, ik bedoel de koningin Beatrix dat zou doen. Maar als er niemand anders voorradig is en ze vragen het mij, knip ik het natuurlijk door. Veel Utrechters weten niet dat het Gouden Kalf een vaste plek krijgt. Maar in ieder geval gaat dit exemplaar het niet worden.